Yo mensen, Mark hier en daar zijn we dan weer eens met een nieuwe opname van GTA de keer. Ja, even eens een keertje GTA dacht ik. Ik ga even 3 races doen met randoms, want ja, er zijn natuurlijk niemand online nu die GTA speelt. Dus in ieder geval, ik ga 3 races doen met randoms. Hopen dat we erin blijven en niet dat er gekikt wordt. In ieder geval, we zitten even te wachten tot de race gaat beginnen. Dus, klein momentje en dan gaan we de race beginnen. En ja, ik moet soms ook wel eens even kletsen, maar oké. Kom net van de film, was een leuke, prima. En zo te zien gaan we met een bike race. Het is dubbel RP en dubbele geld, dus ik kan nog aardig wat verdienen mocht ik eerste komen. Number of laps, oh, fuck that. Sorry hoor, ik zie net dat er 87 laps zijn ingesteld, dus daar begin ik dus niet aan. Dan wordt het wel een hele lange video, in ieder geval. Dus ja, dat wordt hem dus niet. Ik ga even snel naar een ander. Dan moeten we maar even wachten, want ik ga geen 87 rondjes rijden. Fuck it. Die mensen sporen ook niet. Ja, even snel naar een andere race. Ja, zeg maar kutzooi, want ik rij overal tegenaan. Maar zoals ik al zei, ik ga echt geen 87 ronden rijden. Die mensen die sporen gewoon niet. Kijk, en daarom doe ik dus weinig GTA nog. Eigenlijk alleen met... jongens van Gamersnet, als die een keertje zin hebben. Maar voor de rest niet echt. In ieder geval, we hebben weer een race gevonden. Ik hoop dat deze wat minder laps zijn. Want ja, ik ga echt niet een lange race doen nu. Dat kost me gewoon te veel tijd. En 87 rondjes ben je minstens 3 uur aan bezig. Dus dan wordt het een te lange video voor jullie. Nou, even wachten dan maar. En hier ben ik dus zelf de host. Oké, prima. Alleen ik doe wel 2 rondjes, dus fuck that. Confirm settings. Gooi eventjes wat random invites eruit. Auto invite. Ik houd gewoon lekker op 2 rondjes, dat is meer dan voldoende. In de hoop dat er nog mensen joinen. Wacht even een paar minuutjes, op hoop van zegen. Eentje zit zichzelf in call. Er joinen wel mensen. Even laten joinen. Wacht even tot de meeste groen zijn. Een paar mensen inviten nog andere. Mooi, nog eentje. Eentje moet er nog joinen, daarna kan ik hem starten. Mooi, en launch maar. Oké, okay, het is Transformer Race, get wrecked, 2 rondjes, maar dat voldoet wel aan de eis nu. Dan wordt het echt te veel. Zitten er 3 uit dezelfde, dus tja. Ik begin gewoon met een custom T20.
Het zijn van de Transform races sowieso. Ik doe er 3. En daarna gaan we kijken hoe het verder loopt. Vijf, vier, drie, twee, één, starten! En we beginnen met jetski's, ach, gos. Nou, dat wordt al een lekkere beginrace met jetski's, natuurlijk. Nou, door het schip. En we krijgen zo'n change. We gaan naar bikes. Mooi, precies de bikes die we zouden kunnen hebben. Ik heb nu een gele. Scherp hockey. Oh, en ik race voor me. We gaan naar auto's. Daarvoor moest ik dus die T20 kiezen. Het. Iets te loes. En er een ploftreintje en ik gooi er eentje van de baan. Eentje crash zelf. Kaksoi. Klootzak. Oh, en we hebben een crash voor ons. En er zit er eentje in mijn slipstream. Raad! Oh. Oeh. Oeh, en een mega crash. Of ik crash. En gaat een paar zo over de balk. Irritant toeteren. Vliegtuigen. Maar welke? Oh kak, deze. En ja, bij deze moet je in bepaalde vormen gaan. Anders is de kans groot dat je wordt afgeremd. Ja, ik kan niet de hele tijd schuin blijven hangen, dat is mijn ding. Dan fix ik het nu wel om tweede te gaan leggen. Ik krijg ze als eerste nu. Eventjes. En we gaan terug naar boten. Dus ja, terug naar de jetski's. Nou wel, pas voor die containers. Ik sta eerste, dus ik wil mijn eerste plek eigenlijk niet verprutsen. En we gaan terug naar auto's. Met auto's moet je oppassen, want ze kunnen flink buiken. En naar heli's daarna. Klein stukje auto's maar. Ah, dit zijn maar die kut heli's. Godverdomme. Kaksoi, donder op. Ietsje lager, lower. Kut.
Ja, en ik mis de checkpoint, dus ik verprut mijn eerste plek. Nou, ik hoop dat ik nog een beetje in kan halen. Maar ik heb mijn plekje verprutst. Doordat ik een checkpoint miste. Ik moet wel zeggen dat de helikopters meer irritant zijn, vooral deze. Gaan ze weer veranderen? Ik denk terug naar boten. Yep, we gaan terug naar boten. Ik moet toegeven dat het irritantste stukje die helikopterstukjes zijn. Maar we beginnen weer bij de rest te komen, dus laten we proberen nog een kans te geven en hopen dat ik de volgende keer niet die checkpoint mis. De volgende keer dat ik hem ook op 1 heb. Het is best wel een lange, moet ik zeggen. Altijd maar naar de tips van Danny luisteren als je met hem GTA wel speelt op PS4. Mooi. We zijn er bij het motorgedeelte. Ik dacht dat het auto was. Oké, we zijn er motoren. We kunnen hier in ieder geval ietsje sneller gaan. We leren nog steeds achter de plek. En we gaan weer transformeren naar auto's. Ik moet een keer afspeellijst gaan maken, want allemaal video's staan door elkaar. Maar dat vertik ik. Denk gewoon nieuw video, prima, klaar. Ben niet zo netjes ermee. Ik denk dat ik maar. Ik heb gezegd we doen 3 races, maar ja. Ik denk het ook wel. Maar dan gewoon met 1 lap als het lukt. Mooi, die haal nog eventjes in. We staan nu op de 6e plek, dus we gaan nog eventjes lekker. Scherpe bocht. Ja, die heeft een heel ander wagentje. En net als dat, een T20 is toch iets beter. Oh, dat gaat niet goed, dat gaat niet goed. Je kan beter de R1 knop en de R2 knop en de L1 knop gebruiken. Om te sturen. Nu haal ik ze echt net aan. We gaan zo terug naar jetskis. En ja, we zijn weer jetskis. Voor een klein stukje. Voor mij gaan we daarna weer even voor een klein stukje naar auto's. Het helikoptergedeelte gaat irritant worden, maar op hoop van zegen dat we het gaan redden. Kakzooi. Ja, echt kakzooi. Ik mis hem.
Daardoor lig ik weer op de 8e plek in plaats van de 6e. En dan gaan we weer op de heli's. Het irritantste stukje, al zeg ik het zelf. Deze miste ik. Yes, ik heb hem nu. Kak, 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 kak. Ik ga te scherp en ik zie de volgende niet. Ik sta nu 9e. Ik heb weer een plekje verplutst. Mooi, die hebben we. Naderen de finish. En daar is de finish. Totaal hebben we 5,5 minuten over deze race gedaan. Dus 2 laps is eigenlijk iets te veel voor dit. En de countdown timer begint te starten. Maar ik red het nog. Ja, kut, ik zit een beetje kloten nu hoor. Mijn schuld. Nou, die zit pas bij de vliegtuigen. Die gaat niet redden. Ik krijg een DNF. Oké, we zijn 9e geworden. Op naar de 2e race. Dan maar. En ja, ik ga niet die schermen er toch zuiken, niet hoor. Fuck it. Ga gewoon maar lekker doorlopen, prima. Alhoewel, ik zeg, 2 laps is net iets te veel. De meeste krijgt hij likes van. Oh, de eerste plek heeft wel veel gekregen. 70.000. En ik moet het... met een humberige 9000 doen. Ik kies toch voor die. Sorry, mijn keus. Gaan we dan op naar race nummer 2. En ik ben nog steeds de host. Ja, prima. Nee, ik ga niet wachten. Ik gooi hem gewoon aan en klaar. Dit is een point-to-point race, dus we hoeven ons geen zorgen te maken over dat er te veel laps zijn. Die andere was iets te lang om in te stellen. Ja, het wordt toch weer een T20. Verwacht tot de andere mensen hebben gekozen. Ik ga sowieso hierna nog eventjes Call of Duty doen hoor, dat jullie het weten. Het is geen livestream, maar ja. Ja, god, waarom heb je dat gezegd? Op een video die ik ben aan het opnemen. Misschien dat ik ook nog een video van Call of Duty online gooi. Oh, kut, deze dingen. Dus die Halloween gebeurte.
waar ik nu in zit, was eigenlijk wel een goeie. Dus dit is met weerwolven, lekker creepy. Kak, pas op jongens! Ik zag dat echt bijna fout gaan. Pas op! Je! Opzouten! Oh! En een crash. Een flinke ook nog. En eentje lief midden in de race. Oké. Zonde. Dit vind ik een van de beste races momenteel van de Transform races. En we gaan naar auto's. Er ontploft er eentje, die viel fout. Waardoor ik de eerste plek inneem. Mijn god, hoe lang is die puzzel niet? Oh god, we gaan naar vliegtuigen. Oh, nou, vliegtuigen. Dat zijn weer die dingen die we daarnet hadden. Klein stukje maar vliegtuigen en daarna gaan we weer veranderen. Naar bikes. Kakzooi, klootzak. Yes. Wordt er van afgeduwd gewoon. Alsnog blijf ik derde. Oeh, er duikt er eentje in de bord. En we gaan naar weerwolven. Toen ik de eerste keer deze race deed, wist ik niet eens hoe dit moest. Verrennen. Dan gaan we weer veranderen. Naar auto's. Best nog wel een lang stukje voor weerwolven. Kakzooi, dit is die Batmobiel. Klo, vuile vieze.
Kut, ik ga het gooitje turbo terwijl ik door de bol ga. Waardoor ik ook die kut ding is mis. Kak. Sorry. Die vliegt er ook uit. Slim door de bocht hier. En we worden... Oh kut, deze wagens. Oh, die golven die zijn keihoog, jeetje. Door het soms lastig is om er overheen te komen. Oké, de eerste is gefinished. Ik sta zesde. Ach, kutgolf. De tweede plaats ook gefinished. De derde is gefinished. Vijfde en zesde komen er nu aan. De race gaat wel eindigen, dus het moet snel zijn. Maar we zijn nog maar met 8 man, dus ja, 50-50 is dat altijd. Nou, ik ga de finish wel redden. Die zit daar nog vast een beetje. Maar ja, valt nog te doen. Oké, dat was de tweede race. Op naar de laatste voor vandaag. Eentje had een dislike ervoor. Nou ja. Ik heb ook weinig. Ik moet echt eventjes naar de hogere plekken. Verdien ik tenminste er nog wat aan. Even kijken welke mensen we wel kiezen. Ik kies ook maar die. Ja. Goed plan. Gaan we dan op naar de laatste race. Het is een lang filmpje moet ik zeggen. Maar ja, die races die zijn ook onwijs lang. En we doen één rondje, want ik begrijp dat die standaard wel een beetje lang zijn. Eentje gaat weg. Dan confirm ik nu de settings. Twee gaan weg. En dan doen we het laatste race met nog maar een paar man over van alle Odo invites die er waren. Het is vooral de Clan Axel die nog meedoet. En dan nog Wallet Westbrook. Die geen clan heeft. Ik ben hier de hoogste toevallig van de levels. Dus ja. Ga naar de laatste race. Er worden nog mensen geïnvite. Ah, dan gaan we spelen. Ik dacht dat ik hem altijd ingeklikt vandaar. Mijn excuus.
Launching session. Dat duurt lang. Gaan we dan de laatste race starten nu. Nou, het is een keer een lang GTA-video. En de derde race gaan we nu starten. En laatste. Iedereen beukt elkaar. Ik ga er gewoon als idioot langs. Als een gek. Uit mijn slipstream blijven. Kaksooi. Nog een keer auto's, nee. Auw, deze. Kunnen we in de roos landen? Hij deed dit iets te vroeg voor mij. Kak! En ik doe het iets veel te vroeg. Waardoor ik op mijn kop belandde. Serieus, een golfwagentje. Ik wil er in een golfwagentje gaan racen. Halleluja, dat had ik nooit verwacht. Nou, gaan we weer veranderen. Terwijl we gaan naar bikes. Trouwens, auto's. Ah, deze kringen. Het is beter als ik niet in een bocht die turbo gebruik. Fietsen. Oh nee. Bikes. Ik begin alweer wat dichterbij te komen. Oh, we gaan naar boten. En dan krijg ik een grote speedboot. En daarna moeten we naar helikopters. Oh god, dit had ik al te erg voor worden. Zo, er is die kut helikoptertjes. Gewoon opstijgen en dan pas naar voren. En dan netjes nog een tweede plek gekomen. Ja, nice. Ik denk dat veel mensen met die helikopter faalden. Waar bijna ik ook een checkpoint mis, maar net aan nog niet.
Ik word uiteindelijk toch derde, want daar haalt er nog eentje mee in. En ik heb weer een auto. En daar is de finish al. Ik word uiteindelijk toch derde. Nice. Derde plek, laatste race. Prima. Perfect. En dan gaan we nog heel even kijken hoe de anderen doen totdat de DNF-timer er is. En dan ga ik lekker een einde maken hier van de video. En die redt het net aan niet. Ja mensen, dit was het voor deze video. Vergeet het duimpje niet hierbij. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Laters!